Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. Fernando Lamarinhas verdiept zich samen met de Afrikaanse topmuzikanten Mola Sila en Soumana Diarra in het thema zwart. De Senegalese zanger Mola Sila bespeelt typisch Afrikaanse instrumenten zoals de mbira en de kalimba. Soumana Diarra uit Mali speelt onder andere gitaar en bellafoon. Hij speelde met artiesten als Treintje Oosterhuis, Stef Bos en Jan Akkerman. Lamarinhas' unieke muziekstijl van fado, blues, jazz en Braziliaanse invloeden krijgt gezelschap van vrolijke, exotische klanken. Muziek en inhoud smelten samen zoals we dat van Fernando gewend zijn. De voorstelling Noir wordt allesbehalve een donkere theatervoorstelling. Op 15 april te zien in Eindhoven. In de voorstelling Een Revue van Nu brengt een nieuwe groep steengoede actrices en cabaretières met de nodige zelfspot, komische sketches en herkenbare liedjes. En die draaien allemaal om damesdingen. Van relaties en carrière tot lichamelijk verval. Alle vrouwen zouden zichzelf en hun vriendinnen deze vrolijke avond uit moeten gunnen. Met onder andere Lilike Leroux, Pamela Teves, Milène Danjou en Ciara Jansen. Powervrouwen op 17 april te zien in Parktheater Eindhoven. Jelle Amersfoort is presentator van Omroep Brabant en van WNF Bamboe Club. Voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders speelt de zanger en presentator met zijn band een echt kinderpopconcert. Samen met zijn band neemt hij de kinderen mee op een reis langs wonderlijke dieren, rare snuiters en zijn tante uit Marokko. Gelukkig hoef je bij dit alles niet stil te blijven zitten. Meezingen, dansen, springen, alles mag. Het kinderpopconcert met Jelle op 19 april te zien in Eindhoven. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.